Hallo, goedemorgen. Wij zijn hier wakker geworden in dit prachtig mooie bed. Wij hebben opnieuw in de Hatari Lodge geslapen in de prachtige Relax Cottage. Oh, het is echt gewoon zalig. We hebben gisteren al zalig hard genoten. Het was ook prachtig mooi weer vandaag. Vandaag is het veel minder zonnig weer dan gisteren. Maar het is toch nog wel altijd droog. Vannacht regende het, maar nu is het toch nog wel droog. Ik hoop dat het ook wel droog gaat blijven. Dat is toch wel fijn. Maar ik vond het ook wel heel fijn om vannacht zo dus de regen zo te horen hier op het dak. Bracht echt zo'n hele rustgevende sfeer met zich mee. Ik ben nu trouwens even aan het zoeken naar Jeno. Ik denk dat hij beneden al in de sauna zit. Want hij had vanmorgen, voordat wij gingen ontbijten, de sauna opgezet. En ik denk dat hij daar nu in zit. Hier staat iets, hè. In de sauna. Is het goed? Warm? Oké, top. Geniet ervan. Ja, ontspan maar. Het is trouwens een grote sauna, hè? Meer zelfs, denk ik. Ik heb ervan genoten van deze ochtend. Echt waar, het was een zalig verblijf hier. Ja, het is gedaan, hè. We gaan terug. We gaan niet terug, we gaan verder. We gaan wel een stukje terug, maar we gaan niet helemaal terug naar huis. Oh, ja, maar ik moet een uitleg. Ja. We rijden zo meteen door naar een andere relax cottage. Maar voor we vertrekken moeten we nog even iets laten zien. Een beetje stom van ons, maar wij hebben dus een doosje over het hoofd gezien toen we hier aankwamen. Maar alsnog wil ik het nog eventjes laten zien. Hier in het dorp heb je dit merk die gin maakt. En die heeft ons hier 3 flesjes aangeboden. Hey, mooi hè? Uelsberger gin. Het zal eerder een cadeautje worden, want we zijn natuurlijk al een tijdje alcoholvrij. Maar ik denk als je met zo'n gin bij iemand aankomt, ziet er wel heel speciaal bijzonder uit. Dat die daar wel heel tevreden mee zijn. Ja. Hè? En het is ook zo, dus eigenlijk Uelsberger, die heeft dus ook gin. Waarvan trouwens ook nog een keer, die ook nog eens verschillende awards gewonnen heeft. Dus het zal echt dus ook wel een hele goede zijn. Ben benieuwd. Maar ik zag op hun website dat ze ook nog een keer andere alcoholische dranken maken. En alles is handmade, hè. Dus vooruit. Je moet maar eens heel kijken. Erg veel liefde gemaakt. Ja, het is ook wel fijn om te weten dat het dorp best wel bedrijvig is in zo'n zaken. Dat is altijd leuk, vind ik. Vooral een beetje lokaal. We hebben het dorpje hebben we trouwens gisteren bezocht. Dus als je even naar de video van gisteren kijkt, dan krijg je een glimp van het dorpje. Ja. En nu zijn we weg, hè? Ja, alles inpakken en gaan we verder. Hoe is het met de baby? Goed, hij beweegt. Ja, natuurlijk, hij beweegt al langer natuurlijk. Ja. Maar nu heb ik echt zo daarnet dat ik zo in één keer zo een toot op mijn buik. Ik spies in één keer een bult. Dus ik denk dat er een baby, aan het bewegen is of een voetje er of een armpje er tegen. Begin je te zien? Ja. Spannend, hè? Ja. Kun je binnenkort dan ook weer in de vlog brengen? Ja, dat ze begint vormen aan te krijgen. Ja. Maar het gaat heel erg goed. Dus, dikke buik aan te krijgen, joh. Ja, ik weet het. Alright, we zijn weg. Een bekend gebouw, hè? Ja. Ja. Ben benieuwd. We zijn nu aangekomen bij de Cozy Forest Suite. Ja, een nieuwe relax cottage. Heel benieuwd. Ik ook. Als je binnenkomt, dan stuit je op dit mooie relaxbed. Hier kan je gerust met z'n tweetjes gaan relaxen. Dat is mooi, hè? Ja, het is heel mooi. Als je een beetje verder loopt, dan kom je hier aan een bargedeelte, zie ik. Hier hebben ze een minibar. Heel handig. En glazen natuurlijk ook wel, niet onbelangrijk. Achter het lichtbed heb je de zithoek met een sofa, een grote televisie en daarnaast een gezellige open haard. Ja. Het is geen echte, maar het ziet er wel heel erg echt uit. Het maakt ook geluid. Ja, het maakt echt zo'n knuspergeluidjes zo. Ja. En recht voor ons kijken we naar een prachtig mooi uitzicht. En ook nog naar een jacuzzi die recht voor ons op het terras staat. Dat is ook mooi. Hè? Mooi. Naast het gedeelte heb je hier de keuken. Met hier een tafel waar je kan gaan zitten. Mooi gedekt weer aan. Ja, een hoge tafel. Gezellig. En dan hier dan de uitgeruste keuken. Alle gemakken voorzien neem ik aan. Dan gaan we even de hoek om. En dan komen we terecht aan de sauna. Wauw. Ja. Mooi hè? En naast de sauna staat een massagetafel. Dan nog een beetje verder heb je de slaapkamer. Dat loopt eigenlijk gewoon verder ineen. Heb je hier het bed. Ziet er heel gezellig uit. Heel gezellig. Ja, super cool. Echt zo in een blokje ingewerkt.
En uitzicht op een open haard, hè? Op de televisie. En als je dan weer verder loopt, dan kom je uit in de badkamer. Je hebt hier een mooie spoelbak met een grote spiegel. En dan hier, als ik het goed heb, de douche. Ja, een hele grote regendouche. Ja, ziet er gezellig uit. Ja. En dan hier achter het hoekje, denk ik, de toilet. Ja, het toilet. Voilà. We zijn volledig geïnstalleerd. Ik heb mijn pyjama aangetrokken. Jolien heeft juist dezelfde pyjama aangedaan. En we gaan hier nu een beetje koken. We hebben eten in huis gehaald en we hebben dat eigenlijk van thuis al mee. En zeker omdat deze keuken ook zo goed is ingericht, is dat waarschijnlijk piece of cake om je gerechtje op tafel te toveren. Het is een vegetarisch kapsalon met Mexicaanse touch. Ik ben heel benieuwd hoe dat er gaat uitzien en of dat we dat gaan klaarspelen. Ik heb het nog nooit gegeten. Ook geen kapsalon. Nee, dat zal misschien verbazend zijn, maar ik heb nog nooit een kapsalon gegeten. Ik weet dat iets heel populair is, maar ik ben er nog nooit toe gekomen om dat te bestellen. Ik bestel altijd zo'n beetje hetzelfde. Ook in de frituur en bij de kebab en zo, maar nooit dus een kapsalon. Dat is er pas later bijgekomen of zo, of in ieder geval, ja, dat is pas later bekend geraakt. En sindsdien heb ik dat, ja, ik heb dat dus nooit besteld. Maar ik denk dat dit wel een bijzonder kapsalon is. Allee, we gaan eraan beginnen. Ja. En is het gelukt? Yes, het is gelukt. Ay caramba! Wat een lekker smakelijk bordje ziet met dat eruit, jong. Goed gedaan. Hey, goed gedaan alle twee, hè? Ja. Hey, we zitten hier precies op restaurant. Hey, dat ziet er goed uit, hè? Ja, hè? Ja. Ook in een mooie omgeving. Ik heb een beetje muziek opgezet, wat Mexicaanse muziek. Hey, het zit helemaal in sfeer, hè? Het is een themaavondje, hè? Ja. Waar is je sombrero? Niet bij. Helaas, thuis vergeten. En na ons lekker eten gaan we nog genieten van een theetje en een gezelschapsspelletje met een beetje muziek op de achtergrond op. Mexicaanse muziek toch nog altijd, om in de sfeer te blijven. Ja. Ja. We gaan een leuk spelletje spelen onder muziek van, hoe noemen ze dat, de mariatis? Of ja. Mariatos? Enfin, maar niet uit. We gaan keer op keer spelen. Ja. En we zien jou morgen terug voor een nieuwe video. Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wil zien, dan klik je maar op één van deze knopjes.